Het is geen geheim dat Mart Smeets niet de geschiedenisboeken in zal gaan als een geliefde presentator. De vroegere NOS-ster is heel erg van de oude stempel en had in het huidige medialandschap niet meer kunnen functioneren. Laatst gleed hij nog behoorlijk uit tijdens een interview over uitgerekende werkcultuur bij de publieke omroep. Mart was afgelopen weekend flink aan de beurt in het programma Beste Kijkers, waar Bo van Ervedorens inviel voor Ruben Nicolai. Deze BNR-show heeft een rubriek waarin BN'ers in een vooraf opgenomen filmpje commentaar geven op een andere BNR, waarna de BNR-paneleden in de studio moeten raden over welke BNR het gaat. Ditmaal is Martens het leidend voorwerp en de sterren van dienst gaan behoorlijk los op hem. Het begint mild, met het oordeel van Maarten van Rossum, de meest zelfverzekerde praatjesmaker van de Nederlandse televisie. Camille Kesbeke, een van de zonen van, Augurkekoning, Oos S. Beke, herkent Mart niet. Ik ken die man niet. Zijn broer Sylvian, ik weet het ook niet. Oos, ach, je hebt hem honderdduizend keer op tv gezien die man. Echt. Die is niet van de buis weg te slaan. Zelf is Oos geen fan van Mart. Hij komt gewoon niet leuk over. Het is gewoon een beetje een zeikelstelletje L. Camille, zijn kapper is ook dood. Oos, die is zwaar overleden. Dan komen Bridget, Maasland en Rob Goosens in beeld, en die zijn ook niet bepaald aardig voor Mart. Rob, de man die met grote afstand het allergrootste ego van heel Hilversum heeft. Bridget, dat denk ik ook. Rob, hij ontkent het overigens ten stelligste. Er zijn gewoon mensen die iets heel goed kunnen en nog steeds vreselijk zijn. Hij is gelukkig altijd te herkennen aan zijn onuitstaanbaarheid. Het pijnlijke is dat ze in de studio van beste kijkers vervolgens presje weten over wie het gaat, terwijl de naam van Mart tot op dat moment nog niet is, is gevallen. Penelit Leonie ter braak, Mart Smeets. Hij is ook wel licht narcistisch, toch? Hij hoort zichzelf graag praten.